Welkom bij Leo Middelzee met vandaag in het nieuws. Week van de voedselbanken, Buma verhuist naar Pelikaanstraat en Henk van der Brug komt met nieuwe speelfilm Jurjen. Het is de week van de voedselbanken en wij gaan op zoek. Hoe is het gesteld met voedselbanken in Leeuwarden? Het is namelijk zo dat er toch nog enorm veel mensen gebruik maken van voedselbanken. En dat we met z'n allen er toch voor moeten gaan zorgen dat deze voedselbanken genoeg voedsel binnenkrijgen om ervoor te zorgen dat mensen die het echt niet meer kunnen betalen, voorzien kunnen worden van hun dagelijkse producten. Wist je dat het de week was van de voedselbanken? Nee, dat wist ik niet. Nee. En wat vind je ervan dat wij voedselbanken hebben hier in Leeuwarden? Dat vind ik heel goed en ik denk dat het ook heel erg nodig is, omdat het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt. Voor degenen die, die het niet kunnen veroorloven om wekelijks boodschappen te doen, vind ik het een goede zaak. Ik begrijp niet dat het nodig moet zijn. Maar ik ken ook de mensen hun boodschappenbriefjes niet. Sommige mensen vinden dan bepaalde dingen vanzelfsprekend en daardoor krijgen ze dan geld tekort of zo. Ik denk, wat is vanzelfsprekend? Koop je krattenpils of ik weet het niet. Er zijn natuurlijk ook mensen die maandelijks zo weinig te besteden hebben dat ze niet rond kunnen komen van het budget wat ze maandelijks hebben. Dus moeten ze een beroep doen op de voedselbanken? Ja, ik vind het niet een slecht idee hoor. Maar wat ik zei, wat willen ze allemaal met het geld wat ze krijgen? De Nationale Week van de Voedselbank, wat betekent dat voor deze locatie? Nou, voor deze locatie, wij hebben zelf geen speciale acties uitgeschreven. Maar wij hopen wel dat het in de gemeenschap valt. En dat ze dan in deze week even speciaal aan ons denken. En dat ze wat extra doneren of wat extra voedsel voor ons over hebben. Nou, het stond hier leeg. Ja, dus een derde van wat we nu hebben stond er toen nog. Het was niet alleen voor de Voedselbank Leeuwarden het geval. Maar het was een landelijk probleem. En dat had te maken dat normaal gesproken zomers het klantenaantal wat terugloopt, omdat ze met vakantie zijn of dat ze op een andere manier hun voorzieningen krijgen. Maar dat was dit jaar niet het gevolg. En wij hebben in de zomer geen supermarktacties en daardoor kwamen wij wat minder in onze voorraad te zitten. En doneer jij ook aan de voedselbanken? Nee, hoe moet dat dan? Ik weet het niet. Het is namelijk zo dat je één keer of twee keer per jaar bij de supermarkt een lijstje meekrijgt om ervoor te zorgen dat de producten die erop staan afgeleverd worden bij de voedselbanken om mensen te helpen die het minder hebben. Maar ik doe altijd mijn boodschap bij de Jumbo, maar ik heb zo'n folder heb ik nog nooit gekregen om mensen te helpen bij de voedselbank, om doneren zeg maar. Heb ik niet meegemaakt. Ik weet wel dat ik één keer in een jaar loop in de winkel Albert Heijn. En dan staat een mensen daar bij de deur en die biedt jou aan om wat voor de voedselbank te kopen. En dat doe ik elke jaar mee. Vind je ook dat de gemeente Leeuwarden zelf genoeg doet om armoede te bestrijden? Het is moeilijk om daar. Ik denk wel dat ze op een of andere manier rekening mee houden. Maar ja, het is moeilijk te zeggen. Het is een politiek verhaal. Ik denk dat het beter kan. Nou, deze ruimte dat is onze opslagruimte. Dat kan je zien aan die stellages die hier allemaal staan. En de grote overheaddeur, daar komen dan de toevoer van onze producten. En hier in deze ruimte wordt s'morgens worden de kratten klaargemaakt. Hoeveel mensen zijn afhankelijk van deze voedselbank? Dat zijn er 450 klanten. En achter die 450 klanten zitten wat eenoude gezinnen. Mensen die eenpersoonsgezinnen en gezinnen met kinderen. En we doen het altijd een keer de factor 3,5. En dan zitten we denk ik op een 1450 monden die we vullen. Dat als we zien naar het armoedepact wat in Leeuwarden is, zouden we meer klanten moeten hebben. Maar ik begrijp dat deze mensen zich op een andere manier in hun dagelijkse behoeften voorzien. En dat is ook mooi, dat mensen elkaar ook onderling helpen. Dat ze niet naar de voedselbank hoeven. Hoeveel kilo voedsel staat hier nou precies? Nou, ik zou de weegschaal niet, die gebruiken we niet. Maar als je zo in me heen ziet, staan de stellingen aardig vol. En ik zou het echt niet kunnen zeggen hoeveel kilo het is. Maar als je hier om je heen ziet, wij geven per maand 900 kratten uit. En dan, als je dan ziet wat hier staat, zit er gauw een gat in. Dus we moeten ook wel continu aanvoer hebben.
Ja, zo zie je maar dat een voedselbank, we kunnen niet zonder. Er zijn zoveel mensen die hier gebruik van maken. En het is misschien ook wel de bedoeling dat we met z'n allen de schouders eronder zetten. Want overvloed, ach ja, dat is er genoeg. Maar komt het altijd terecht bij de mensen die het misschien wel heel hard nodig hebben? Ja, dat is de vraag. Met z'n allen de schouders eronder. En dan kunnen we met z'n allen zeggen, jongens, we hebben elkaar geholpen. En dat is het waar het in het leven om draait. De Pelikaanstraat, dat is waar burgemeester Buurman binnenkort gaat wonen. Het huis staat vlakbij de Pelikaankerk in de straat. Buurtbewoners zijn in een sas met de komst van de burgemeester. Ja, dat moet je afwachten. Het lijkt mij wel een hele leuke man. Dus hij komt maar een keer een bakje koffie halen, dacht ik zo. Heel prettig. Ik denk een gezellige familie, hoop ik. Jammer dat de kleintjes uit de straat gaan. Want Buma heeft geen kleine kinderen meer. En er wonen nu 3 kleine kinderen. En dat geeft ook wel een hoop vertier. Maar dat zijn we waarschijnlijk kwijt. Maar wie weet heeft die onverwachte kanten dat het toch heel gezellig gaat worden. Ik denk het wel. Volgens een buurtbewoner woont wethouder Douwstra toevallig achter het huis van Buma. Namelijk aan de Harlingenstraatweg. De vraagprijs van de 2 ondereenkapwoning was overigens 5 ton. Wij bevinden ons voor de Friese Club in Leeuwarden. En binnenkort vindt hier de première plaats van de speelfilm Jurien. Ik ga hierover in gesprek met onder andere Henk van den Burg. En ik zou zeggen, blijf allemaal kijken, want deze speelfilm zegt meer over Leeuwarden dan wij kunnen denken. Je hebt een film geproduceerd. Zou je ons heel in het kort kunnen vertellen? Wat voor soort speelfilm is het? Nou, het is een korte speelfilm van een half uur. En de film heet Jurien. En de film is eigenlijk een ode aan de oudste stapper van de stad. Jurien is een sprankelaar, rotsen met grofvel, geen werk verder, wat handelen. En de kroeg, dat is de vaste plek. En die krijgt op laatst een romande met een hele mooie vrouw op het woonschip. Dus hij krijgt een echte liefdesaffaire? Hij krijgt een echte liefdesaffaire met die vrouw op dat woonschip. Maar het lijkt me toch heel moeilijk om zo'n film te produceren terwijl er eigenlijk geen budget is. Nee, dat is ook wel heel moeilijk. Het gaat krap en we hebben met elkaar, ja, de een die heeft wat betaald, de ander betaalt wat. Dus met elkaar hebben we wat bijgedragen. Dus we hopen, we zetten met de première zetten we een mooie bus neer voor donaties. En we hopen dat daar nog wat in komt om de kosten nog wat eruit te halen. Naast me staat een hele belangrijke hoofdrolspeler van de speelfilm. Welke rol vervult u in deze film? Ik ben in de film Kees de Barman. En u hebt natuurlijk een hele belangrijke functie in die film. Wat is uw belangrijkste rol in deze film? Nou ja, barman, dat zegt dat al, hè. Dus ik voorzien de mensen in het café natuurlijk van drankjes. Maar ik ben ook een sociaal figuur naar de hoofdrolspeler toe. Ik ben eigenlijk de beste vriend van Jurien. Maar het was voor u ook heel belangrijk om toch heel duidelijk even te schetsen dat deze film toch een diepere inhoud heeft. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Maar de naam De Oudste Stapper van de Stad, en dat liedje, dat is ook wel bekend door Iris Tjoe heeft dat gezongen, Johan Jukkes in ieder geval ook. Dat speelt ook een hele grote rol, maar ik vind dat het ook belangrijk is dat de Leeuwarders weten dat het een beetje een verhaal van een echte Leeuwarder is. Echte Leeuwarders, daar gaat het om. Wat zou je tegen alle kijkers willen zeggen waarom ze vooral deze film moeten gaan zien en dus aanwezig moeten zijn bij de première? Omdat het echt een film is uit het leven gegrepen. Het gaat iedereen kan dit overkomen wat deze jonge man mij maakt. Eigenlijk, kijk, we hebben daar een camera en we hebben geloof ik daar ook nog een camera. Zou je in de camera kunnen zeggen tegen alle kijkers van jongens, jullie moeten bij deze première aanwezig zijn, want deze speelfilm is echt het kijken waard. Ja, ik denk wel dat deze film het kijken waard is. En ik hoop ook dat er zoveel mogelijk mensen komen. Want dit is echt een film die gaat over Leeuwarden, het begrip van Leeuwarden. Het liedje van De Oudste Stapper van de Stad kan iedereen wel, denk ik, als je Leeuwarder bent. Hè? Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen, want iedereen is welkom en de entree is gratis. En nu natuurlijk de datum nog, hè? Want anders weten mensen niet wanneer ze hier moeten komen. De datum is 3 november
om 3:00 smiddags. En de locatie? De Friese Club, waar we nu zitten. Op het Raadhuiskwartier tegenover de Harmonie. En ik hoop dat iedereen komt. En is het ook zo dat ze gewoon zo naar binnen kunnen lopen? Of moeten ze van tevoren eerst reserveren? Ze kunnen zo naar binnen lopen. En we hebben live muziek, dus we maken er gewoon een gezellige middag van.